Goedendag, welkom bij Reactor, het nieuws en actualiteiten en achtergronden informatieprogramma van Skyline Televisie. We hebben weer een volle aflevering met allerlei verschillende onderwerpen, gasten hier aan tafel. En we zijn ook een kijkje wezen nemen in de Hof van de Toekomst hier in Uden. Daar ging Marley Kersenmakers naartoe, daarover straks meer. Gasten hier aan tafel, we gaan het hebben over een gezonde leefstijl. We gaan het hebben over auto's wassen en we gaan het hebben over een nieuw evenement in Schijndel. Jawel, Schijndel, want Schijndel hoort ook inmiddels bij de omroep. Skyline Televisie en De Los, die werken samen. Al een beetje vooruitlopend op de fusie van Veghel natuurlijk met Schijndel en Sint-Oederode. Dus ook een heel leuk onderwerp uit Schijndel. Straks hier aan het einde van deze uitzending. Maar eerst naar de mensen hier aan tafel. Bij me zitten wethouder Rini van Rinsum uit Veghel. Welkom. Dankjewel. En René van de Tillaert, ook uit Veghel. Ja. Ja. We gaan praten over LEF, wethouder Rini van Rinsum. Wat betekent LEF? LEF staat voor Lifestyle, Energy, Fun and Friends. Mooi goed Nederlands. Het is eigenlijk een afkorting uit het Engels, maar het is vooral een leefstijlprogramma wat gebaseerd is op gezond eten en bewegen. Dus het is geen afslankingsprogramma zoals Weight Watchers en dat soort zaken. Dat is niet het eerste doel. Het eerste doel is vooral mensen bewust maken van de voeding die ze eten. En daarnaast in combinatie met bewegen, wat eten en bewegen een goede combinatie is. Nou weet ik dat Veghel daar heel actief is, heel betrokken is ook met haar burgers om de gezonde leefstijl te hanteren. Ja. Bij mij komt dan meteen, Joch komt dan meteen op. Dat is iets wat ik de laatste jaren regelmatig in Veghel voorbij zie komen. Is LEF iets nieuws? Nou, LEF is in die zin iets nieuws dat het wel een nieuw programma is, maar het is een programma dat onder de verantwoordelijkheid van Joch wordt uitgevoerd. En we zijn steeds op zoek naar hoe kun je mensen bewust laten eten en bewegen. En daar hebben we allerlei samenwerkingsverbanden. En dit kwam voorbij, komt uit Engeland overwaaien. Is daar overigens inmiddels wetenschappelijk al bewezen dat het echt werkt. We hebben inmiddels één cursus afgerond. En daarvan zie je dat over langere termijn de jongeren die daaraan deelgenomen hebben ook echt zeg maar, hun lifestyle veranderd hebben. Nou, dat is natuurlijk een heel mooi resultaat. Ja. De leefstijl veranderd hebben, betekent dan ook dat ze afgevallen zijn? Of hoeft dat niet per se iets met elkaar te maken te hebben? Ja, natuurlijk. Kijk, afvallen en bewegen en gezond eten hebben wel degelijk met elkaar te maken. Maar het is niet het eerste doel. Het eerste doel is vooral bewustzijn van gezonde eten en bewegen. En daar begeleiden we ouders en kinderen, want het is een programma voor ouders en kinderen. Omdat, ik kom altijd terug bij een oude uitroep van mij. Het is niet de kinderen die bepalen tot tafel komen, maar de ouders die bepalen tot tafel komen. En dus moet je de ouders ook meenemen in dat proces. En dat is ook denk ik het sterken van het LEF-programma. Ja. Nou, naast je zit een ervaringsdeskundige, kan ik wel zeggen, René. Want je hebt een dochter, waarvan jullie het ook belangrijk vonden dat die met dit programma in aanmerking kwam. Ja, absoluut. Waarom? Ze was wat gezetter. En we hebben van alles geprobeerd. En naar de dokter geweest, bloed laten prikken, et cetera. En er was geen resultaat uitgekomen. En toen las we op school een formulier van LEF. Ik denk, dat kunnen we eens gaan proberen. Zijn we naar een bijeenkomst geweest. En daar stond ons wel aan. En toen zijn we begonnen met die cursus. En het heeft heel veel effect gehad. Ja, in welk opzicht? Nou, mijn dochter die is op een gegeven moment in 10 weken tijd 3 kilo afgevallen. Zo. En 10 centimeter buikomvang minder geworden. Zo. Dus het heeft wel degelijk ook gevolgen, zeg maar, het programma. Als je dat intensief bijwoont, dan kun je er dus ook daadwerkelijk van afvallen. Maar zijn jullie ook anders gaan leven? Zijn jullie op een andere manier zeg maar, voeding tot je gaan nemen? Ben je meer gaan bewegen? Het eten niet, want we eten nog steeds heel gezond allemaal. Mm. Maar het was bij ons bewust het drinken met suikers. Oké. Okay. Want kwam er bij haar iets vervolgens uit dat het op een bepaalde manier, waardoor ze dan wat gezetter was, kwam daar iets uit onderzoek naar voren of dat jullie ermee bezig waren? Nee, het is puur, we kregen op een gegeven moment dan die cursus van LEF. En toen zijn we erachter gekomen dat ook vooral met suikers, daar zijn we bewust mee bezig gegaan. Mm-hmm. Ook met in de supermarkt gaan kijken met op de etiket die erachterop staan. Daar hebben we de suikers onder de 5% gingen pakken. En in die 10 weken tijd is dit resultaat eruit gekomen. Zijn jullie er zelf ook nog als ouders zeg maar, daardoor anders op met producten omgegaan? Ja. Ja, ik werk zelf al in de supermarkt, dus voor mij was het niks nieuws natuurlijk. Maar mijn vrouw wel. En als we in de supermarkt komen, dan gaan we eerst etiket lezen.
En dan, dan gaan we de producten pas pakken en mijn dochter ook. Ja. Ja. Jullie zijn denk ik hartstikke blij met het project. Absoluut. Ja. Ja. Zou je het ander ook aanraden om het te gaan volgen? Zeker weten. Ja. Ja, 100%. Want komt er, je zei net, Rini, dat dit het eerste project eigenlijk was. Of de eerste ronde. Ja. Dat is afgerond. Ja. En nu? Ja, 25 november, dan start de tweede ronde. En ik heb meteen maar een foldertje meegebracht. Heel goed, heel goed. Want daar kunnen mensen ook in lezen zeg maar, wat het inhoudt. Want het is best een intensief programma. Ze kunnen zich aanmelden bij Wesselinde van der Beten, bij de gemeente Veghel. Als ze de gemeente bellen en ze vragen naar Wesselinde, dan krijgen ze niet alleen de folder, maar ook de nodige informatie van Wesselinde. Van hoe gaat het met zijn werk en wat wordt er van je verwacht? En ja, hopelijk, wat gaat het ook opleveren? Ja, en dan zeg ik als goede Nederlander, zeg ik, ja, goede Nederlander, wat kost dat? Dat is voor de ouders en de kinderen gratis. Oké, dus maar door wie wordt het betaald? Want jullie hebben je werk met verschillende mensen. Ja, nou zoals je weet, JOCH is een samenwerkingsverband tussen eigenlijk allerlei organisaties. Maar zowel het bedrijfsleven als de gemeente steken geld in JOCH. En vanuit dat geld wordt het betaald. En bijvoorbeeld, er zijn ook heel veel vrijwilligers rondom JOCH. Die doen het uiteraard allemaal belangeloos. Maar die cursus die wordt betaald door de gemeente en door het bedrijfsleven. Oké. René, nog even als laatste naar jou toe. Nu heb je de cursus gehad, die is afgerond. Hoe nu verder? Gewoon hoe dat we geëindigd zijn met LEF. Dan gaan we nu gewoon verder. Ja, dat betekent dus ook een daadwerkelijke verandering. Toch een beetje ook van leefstijl, bewuster leven. Ja. Wat je ook door moet zetten. Ja, en anders heeft het geen nut. Nee. Dan ga je weer terug bij af. En dat heb je dus ook echt geleerd in die weken dat je die cursus ook samen hebt gevolgd. Ja, ja. Wat is nog het belang zeg maar, dat je samen ouder en kind dat die het samen hebben gedaan? Is dat beter dan dat je alleen het kind er naartoe stuurt? Ja, wij zelf, want wij moeten toch het alles regelen. Ja, wat de wethouder eigenlijk al zei, hè? Ja. Het begint ja. Ergens ook ja, moet, bij de ouders. Je moet als ouder, je moet er echt 100% achter staan. En ook kijken, het hele gezin. Want als het een andere kind die je een gezin hebt en die zit alleen maar te snoepen, et cetera, dan heeft het nog geen nut, want dan is het een neveneffect. Nee. Ja. Dus allemaal opletten ja. in het gezin, ja. Bewuster leven. Ja. Ja. Heren, dankjewel voor de aanwezigheid hier aan tafel. LEF, een mooi project wat dus in Veghel al een bijzonder goed resultaat heeft en wat binnenkort dus een vervolg krijgt. Van Veghel gaan we over naar Uden en Marley Kersenmakers nam een kijkje in de Hof van de Toekomst. En wat is nu de Hof van de Toekomst? Dat is een tuingemeenschap en die volgen het principe van de permacultuur. Wat het precies is, dat gaat Marley ons ongetwijfeld zo dadelijk vertellen. In ieder geval een gemeenschap waar mensen op een bepaalde manier in de tuin werken. We gaan kijken. Een paradijsje ligt er verscholen in Uden. En het heet de Hof van de Toekomst. Wat zal dat zijn? Wij nemen een kijkje. Achter het hek vinden we een grote tuin. Een aantal mensen is er aan tuinieren en zij bewerken de grond volgens het principe van de permacultuur. Maar wat betekent dat? Kort gezegd is het geen gif gebruiken, geen kunstmest en niet spitten. En daartegenover vooral veel plantensoorten combineren en ook zorgen voor aantrekkelijke situaties voor insecten. Dat levert veel werk op, maar ook gezonde voeding en een hele prettige vrije tijdsbesteding met veel samenwerken hier. Dat is ook een van onze principes van onze vereniging, dat we het samen moeten doen. Deze manier van tuinieren vraagt om een speciale aanpak. Met name het mulligen is een apart aspect. Dat wil zeggen dat je de bodem afdekt met nog niet verteerd, nu niet helemaal verteerd plantmateriaal, bladeren enzovoort. Het kan ook compost zijn, dus we hebben ook champignoncompost, we hebben ook het GFT-compost van de Milieustraat. Dus we proberen zoveel mogelijk variatie in te brengen, waardoor het bodemleven soortenrijker wordt. En dat monitoren we ook hier op den Hof. We bekijken de insecten die we rondvliegen enzovoort. En ook kijken naar de beestjes in de bodem, met name de pieren. Dat zijn onze grootste vrienden, want die brengen alles van boven naar beneden en brengen lucht in de bodem. Dat soort aspecten zijn dat. Als je denkt aan de intensieve landbouw, dan zie je daar allemaal monoculturen. Bijvoorbeeld één soort gras in de wei, alleen maar mais, alleen maar aardappels. Terwijl vroeger waren dat allerlei akkerkruiden die bekend waren. Graanakkers hadden andere dingetjes. Er was een kringloopboerenbedrijf met vee en akker samen in één ding, in één systeem. En dat is wat we hier eigenlijk ook een beetje weer nastreven, zodat die veelsoortigheid tot stand komt
In onze tuinen staan allerlei planten bij elkaar die elkaar versterken. Er zijn ook planten die elkaar negatief beïnvloeden of afremmen. En daarbij doen we nog naast de groenten ook nog vooral veel bloemen. Denk maar aan Afrikaantjes die we aaltjes verdrijven. Maar dat zijn maar veel meer soorten kruiden die ook overal doorheen geplant worden. Achter in de hof vinden we een bankje dat uitnodigt om even te gaan zitten. Wat is dit voor een plek? Dit is een hele bijzondere. Hier hebben we gebruik gemaakt van de eigenschappen van een paraboolduin. En die paraboolduin wil zeggen dat hij in ieder moment van de dag haaks op de zon staat en volle zonnewarmte ontvangt. Daarvoor ligt ook nog een vijver, waardoor het zonlicht ook nog gekaatst wordt. En op die wal staan allerlei warmteminnende fruitbomen, zoals perzik, amandel, abrikoos, granaatappel, kweepeer. Dat soort vruchten staan daar allemaal op. Om vruchten te krijgen heb je insecten nodig voor de bestuiving. En voor hen is er een speciale wand gebouwd. Ze leggen er een eitje in en dan wordt het gaatje afgedicht. En dan kun je zien dat er insecten dat ze hierin gezeten hebben of in zitten. Een eitje dus. Hè. Al die dichte gaatjes zie je wel. Daar hebben ze eitjes in gelegd. En in het voorjaar komen die larven er weer uit. Dicht bij de insectenwand ligt de eetbare tuin. Hier worden onbekende groenten en fruit geteeld. Bij deze eetbare tuin zie je gewassen die je normaal niet verwacht dat ze eetbaar zijn. Een mooi voorbeeld zijn ook de dahlia's. Die hebben knollen en die zijn echt eetbaar. Ik zal niet zeggen dat het mijn favoriete voedsel is. Maar het idee is dat we dit soort groenten gaan uitproberen. Maar ook veel kruiden. Oost-Indische kers is een voorbeeld van. Die bloemetjes bevatten honing. Je kunt ze ook in het sla doen en gewoon als bloemetje opeten. En er zijn dus een tal van dit soort planten aanwezig. Tomatillo. Nooit verhoord zullen we zeggen. Tomaatachtige die bij de aardappelsfamilie thuis hoort en die hier ook gekweekt wordt. Ananaskers, ook een familie van de lampionplanten zijn dat ook wel. Hè? Dus de oranje lampionnetje in de tuin, dat is daar allemaal één broertje en zusje van elkaar. En die zijn eetbaar. Maar niet alles is er smaakvol en lekker. Uit een hoek van de tuin waait een onaangenaam luchtje. Wij lopen een beetje op de geur af, want dit heeft wel geur, hè? Ja, dit zou bijna geur-tv moeten gaan worden, ja. Want wat ruiken we dan? We ruiken de zure lucht van de bokashi. En bokashi is fermenteren. Organisch afval weer terug verrijken naar de compost. Het idee is je eigen materiaal wat op de hof ontstaat. Voedselresten... gewasresten, onkruid, van alles wat even niet bruikbaar is, als het maar wel organisch is, in die containers brengen. Die containers staan hier overal en daar doe je dan bacteriën en schimmels bij en dat gaat fermenteren. En hierna, wat gebeurt er dan? En dat prutje, dat is zuurstofarm. Dat zeg ik zuurstofloos, want dat is echt heel erg compact. En dan komt daar vocht uit. Die bacteriën die maken ook dat de cellen van alle plantenresten open gaan. Dat doen de actinomyceten. En dan lekken al die planten leeg. En vandaar die roosjes die je hier en daar ziet liggen. Daar zit dus een ruimte onder in die container waar het vocht in kan. En dan een kraantje eraan. Dat kraantje, dan tappen we dat weer af en dat gebruiken we ook. Dat is vloeibaar voedsel voor de planten. En voor de bodem, voor het bodemleven. En die compost zorgt er dan weer voor dat er steeds weer vruchtbare grond is om te blijven tenieren in de hof van de toekomst. Er is op dit moment heel veel belangstelling voor gezonde stadslandbouw met name. Dat ook iedereen, ook al woon je op een flat of in een tuin of in een straat met weinig tuinen, toch iets kunt doen. En deze oase in midden in Uden is eigenlijk een buitengewoon mooie plek. Dicht bij de mensen en met een... historische groene achtergrond, huiskavels van de oude Klantstraat, dus met houtwallen die historisch zijn, buitengewoon mooi. Goed, en van de tuinen gaan we over naar een andere Hollandse bezigheid, het auto's wassen. En we gaan erover praten met Wim van der A van het nieuwe Car Wash Center in Uden. Correct. Zeg ik dat zo goed, Car Wash Center? Ja, Car Wash Uden is de naam geworden, zeg maar. Ja, en iedereen heeft ongetwijfeld, als ze al niet bij jullie zijn geweest, maar die hebben er iets van gezien, want het is een zeer prominent gebouw aan het begin van de Industrielaan. Waarom op die plek een car wash?
Dat is met name gebeurd omdat het een automotive hoek was, zeg maar. En mede ook omdat er al een carwash bedrijf stond. Wel op een heel andere manier als we nu in zijn gegaan, zeg maar. Maar het was bij veel mensen bekend. En dat was voor ons ook een belangrijke reden om daarvoor te kiezen. Ja. Het was eerst, op die plek was het behoorlijk leeg. Hè. Er stond al een kleine carwash. Toen is alles weggegaan. En er is een prachtig mooi gebouw is daar herrezen. Maar het is niet zomaar een gebouw. Het is zeg maar voldoet aan alle eisen en milieuwensen die je tegenwoordig maar kunt wensen. Absoluut. We hebben vooraf behoorlijk wat voorwerk verricht, zeg maar. En uitgezocht wat we het beste konden gaan doen, zeg maar. Uiteindelijk is daaruit voortgekomen dat het pand is aangepast op de omgeving zoals het op dit moment daar is. Zoveel mogelijk groen, zoveel mogelijk groen gebied, zeg maar. Ja. En daarbij hebben we later nog gekeken van, kunnen we het op een andere manier ook nog groen maken, duurzaam. En we hebben ervoor gekozen om het inderdaad op een duurzame manier het water te reinigen en klaar te maken voor de nieuwe wasbeurten. Ja, ja. Want auto's wassen, hè, iedereen doet dat wel eens, denk ik, thuis. Ja. Maar de overheid is er eigenlijk niet zo blij mee als dat water waarmee je die auto schoonmaakt en de chemische middelen die je er eventueel in doet, dat zomaar in het riool verdwijnt. Dat zal bij jullie niet gaan, denk ik. Nee, absoluut niet, zeg maar. Wij werken met producten die biologisch afbreekbaar zijn. Want we werken ook met biologische recycling, zeg maar. En doordat we dat doen, kunnen we niet anders als die materialen gebruiken. Anders kunnen we niet reinigen. Mm-hmm. Of recyclen ze maar. Mm-hmm. En dat is voor de natuur natuurlijk, maar ook voor de mensen die daar werken. Ja, een prettige bijeenkomst, ja. Of een prettige situatie. Ja. En jullie hebben ook een eigen waterberging, begrijp ik. Want jullie werken met een bijzondere watersoort, moet ik eigenlijk zeggen. Maar jullie hebben bijzonder water in ieder geval zelf. We hebben als bijzaak, zeg maar, het osmosewater. Osmosewater is eigenlijk water wat we uit de grond omhoog halen. Vervolgens door een proces laten lopen. En uiteindelijk kalkvrij, vrij van mineralen, in een bazijn opslaan om vervolgens te gebruiken om de auto's af te spoelen die uit de wasstraat komen, zeg maar. Ja. En het voordeel daarvan is voor die auto's dat de druppels die nablijven op de auto eventueel na het wassen druppelvrij oplossen. Ja, want vaak, tenminste, dat heb ik dan ook wel eens ooit, als ik door een wasstraat heen ga, dan blijf je naar de hand toch altijd nog iets terug achter op de auto zien. Kun je niet voorkomen. Okay. En het enige wat je daaraan kan doen is zorgen voor speciaal water. Osmosewater, wat geen druppelvorming nalaat, maar geen kalk. En is dat ook nog beter voor de lak van de auto toevallig? Heeft daar ook nog voordelen voor? Is het water zachter bijvoorbeeld? Ja, het is zachter, het is schoner. Het is volledig ontdaan van alle toevoegingen. En wat er dus vrijkomt, hè, na het schoonmaken, zeg maar, van de auto, dat wordt in een speciaal, het slip, zeg maar, wat achterblijft, dat wordt dus weer opgevangen en dat wordt vervolgens afgevoerd of zo. Nou, wat doen we? Het water wordt opgevangen, komt uiteindelijk onder in de kelder terecht in bazins. En in die bazins wordt het water in verschillende trappen gerecycled. Uiteindelijk komt het in een bak waar per bak 12 reactors hangen, die als het ware met beestjes en bacteriën, zeg maar, het vuil uit het water halen, naar de bodem laten doen bezinken, om vervolgens weer in een nieuwe bak terecht te komen waar het water weer van gebruikt wordt. Ja. Het zijn allemaal processen eigenlijk waar, zeg maar, de klant, degene die met zijn auto naar binnen rijdt, eigenlijk helemaal niks van merkt, hè? Maar wel mooi is om te weten, toch? Ja, het gebeurt ook nog maar op enkele plaatsen in Nederland, zeg maar. Daarbij hebben we ervoor gekozen om het in het geval hier in Uden, zeg maar, ervoor te zorgen dat het eventueel later ook inzichtelijk wordt voor de mensen die graag een kijkje willen nemen. En hoe kan dat dan? Kunnen ze een kijkje achter de schermen nemen op een andere manier? We zijn nu druk bezig natuurlijk met het opstarten van het hele verhaal en te zorgen dat de tent goed gaat draaien, zeg maar. Maar als we daar een beetje op orde zijn, dan kan ik partijen, groepen uitnodigen en het proces in beeld laten brengen. En dan nemen we ze mee naar de technische ruimtes en de kelder, waar we kunnen laten zien hoe het proces in werking gaat. Ja. Hoe zijn de eerste weken geweest? Overweldigend. We hebben ontzettend veel reacties gekregen. We krijgen hele positieve reacties, zeg maar. Fijn.
En de mensen die er doorheen zijn gegaan, zijn allemaal lovend enthousiast. Nou, hartstikke mooi. Ja. Zeker dus, los van het feit dat het goed is dat je auto schoon wordt, is het ook de moeite van het kijkje nemen waard. Absoluut. Oké, nou, dankjewel voor je aanwezigheid hier bij Reactor. Veel succes met de Carwash Uden. Wim van der A, hier aan tafel bij ons. Dankjewel. En wij gaan over naar een nieuw onderwerp en we gaan een beetje muziek, een beetje leven in de brouwerij brengen. En zoals ik het al zei, we gaan een beetje een swingend item hier brengen aan de tafel bij Reactor. Het laatste onderwerp van deze aflevering. En dan gaan we ook een beetje over onze landsgrenzen heen kijken. Dus over de grenzen van Uden en Veghel. We gaan naar Schijndel toe. En Schijndel, daar staat bekend om een heel mooi festijn waarmee ze het festivalseizoen openen. Paaspop. En dit jaar gaan ze ook het festivalseizoen sluiten. Want we gaan het daar volgens mij de volgende keer over hebben. Festiland is natuurlijk bekend als de afsluiter van het festivalseizoen. Maar daar kun je wel vergeten, want er is iets nieuws in Schijndel. En dat heet Woudpop. Bij me hier aan tafel Robert van der Brand en Thomas de Groot. Welkom. Robert, waarom dit nieuwe feest, het Woudfest? Nou, Woudpop, Woudpop, ja. Nou, wij zijn met vijf organisatoren zeg maar, daarmee bezig geweest. We hebben het Winterpark, de schaatsbaan in Schijndel hebben al georganiseerd. En toen kwamen we eigenlijk samen erover. En toen is het Wijfest, wat er vroeger is georganiseerd daar, is 3 jaar geleden gestopt wegens te drukke werkzaamheden van de organisatoren. En toen dachten wij, we gaan ons nieuw leven inblazen. En zodoende zijn we op Woudpop gekomen. En wat was dat Wijfest? Wat was dat voor een soort feest? Die hebben ze 4 jaar gedaan. Het is eigenlijk uitgegroeid tot een soort festivaletje. Wat in het begin minder, redelijk kleinschalig. Maar het liep eigenlijk steeds verder. En ja, toen was eigenlijk de naam, die draagde niet meer ook hetgene wat het is. Ja. Dus er moest gewoon nieuw leven ingeblazen worden. Oké, maar het was ook een succesvol festival. Ja. Er kwam veel volk op af. Ja. Oké, en was het vooral gericht op mensen uit Schijndel of kwamen de mensen ook van buiten Schijndel? Toen was het meer gericht op Berlikum, zeg maar. Gestel. Oké. Ja. Ja. En nu willen we het ook wel Schijndel erbij betrekken. Ja. Oké, en toen hebben jullie bedacht, we gaan iets nieuws doen. We gaan een ander programma opzetten. Ja. Een 3-daags festival, Thomas. Waarom daarvoor gekozen, 3 dagen? We wouden het echt in een jasje steken dat het wel als festival zou staan vanaf dag 1, zeg maar, vanaf de eerste editie. En we willen ergens naartoe kunnen groeien, zeg maar. We hebben gekeken eigenlijk om het zo breed mogelijk in te zetten. Dus voor meerdere doelgroepen het toegankelijk en interessant te maken. Daarom eigenlijk de vrijdag, wat toch wel, denk ik, vanuit zijn ook een beetje een stapdag is voor ook vooral jeugd en zo. Hebben we het daar misschien wel een beetje op gegooid met veel DJ's en MC's en dat soort acts, zeg maar. De zaterdag meer gekozen voor bands om de doelgroep misschien wel breder te trekken. Breder bedoel je ouder? Ja, misschien ook wel dan ouder. Komen wij, denk ik. Ja, dan zit ik nog als jonkie aan tafel. Ja, maar inderdaad, voor mij de wat ouderen dan op de zaterdag. En dan hebben we, denk ik, een heel leuk nieuw concept bedacht. Wat in festivalwereld, denk ik, voor zover nog wel nieuw is. Namelijk een battle tussen 2 bands. Er komen 2 podia aan weerszijden van de tent. En er zullen eigenlijk 2 bands zo de zegen van het publiek willen winnen, denk ik. En die gaan daar een hele show neerzetten. Dan kan ik nog een kleine primeur hier aan tafel doen. Of misschien een kleine, een hele grote primeur. Nee. En we hebben de Mega Surprise Act hebben we eraan gehangen. Dat we dat nog kenbaar zouden maken. En dat is René Schuurmans geworden om de bands zeg maar even te ontzien. En René Schuurmans zal dan even de avond ook nog even een wending geven. Ja, een op super. Nou, daar staat hij wel onbekend. En zeker in de omgeving bij ons. Ik denk, we zitten mooi centraal daar. En ik denk dat hij daar veel fans mooi naar ons toe kan trekken. Ja, ja, want weet jij dan nog iets van over de zondag? Want dan ga je een heel andere doelgroep benaderen. Dat was meer voor gezinnen. Ja, op zondag willen we eigenlijk een soort familiedag van maken. Dan zijn we ook om 11 uur open, zeg maar. En dan is het heel veel attracties voor kinderen. Ja, het is eigenlijk gewoon een mini-kermis, zeg maar. Eigenlijk de complete tent waar het festival daarvoor is, halen we leeg en wordt helemaal volgezet met attracties voor de kids. Ja, dus 100% voor de kinderen. Dus, en het is natuurlijk eigenlijk wel mooi, dus de volgende dag hebben ze nog vakantie. Dus kunnen ze nog misschien net iets langer blijven. Dus dat is eigenlijk wel het doel van
van de zondag. En die zondag is ook geheel gratis. Ja. Oké, okay. Want de andere twee dagen, de vrijdag en de zaterdag, dan moeten mensen kaartjes verkopen. Ja, dat loopt. Via woudpop.nl kun je al volop kaarten kopen. Daar is ook echt een volle gang. Ook diverse winkels in omstreken. Ook, ook allemaal via de website te vinden. In ieder geval kun je al de kaarten kopen. Dus dat is echt al een volle bak bezig. Dus ja, we hopen ook weer uit te verkopen natuurlijk. Ja. Ja. Robert, wat is dat? Schijndel, er wordt veel georganiseerd. Op allerlei terreinen actief. Waar ligt dat nou aan? Probeer dat eens uit te leggen voor die mensen hier uit Uden en Veghel die de Schijndelaren misschien nog niet goed kennen. Waar ligt dat aan? Nou, wij willen gewoon, zoals Schijndel ervoor staat, bruisend Schijndel. En daar horen gewoon festiviteiten bij. En dat gaat van Hart en Mert tot Schijndel en Zee, tot de schaatsbaan, winterpark. Wij proberen zo toch gewoon op te vallen in de regio. Ja, dat is eigenlijk het doel. Thomas, en dat is iets wat je vaak hoort, is dat er zo weinig voor de jeugd ergens te doen is. Hoe is dat in Schijndel? Nou, ik denk dat er in Schijndel wel veel te doen is. We hebben zo'n paar hele actieve kroegen die daar ook een steentje aan bijdragen. Diverse festiviteiten op de markt, waar de jeugd altijd wel terecht kan. Ja, natuurlijk wordt er ook nog wel naar de stad gegaan, maar ik denk dat in Schijndel dat we ze wel redelijk in het dorp weten te houden. Ja. En dat gaat zeker lukken met jullie nieuwe festival. Wij doen ons best, ja zeker. Okay. Nou, ik wens jullie heel veel succes met de voorbereidingen nog en veel plezier natuurlijk tijdens Woudpop. Dankjewel voor jullie aanwezigheid. Ja, dankjewel. En daarmee zijn wij alweer gekomen aan het einde van deze aflevering van de Reactor. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Dag!